Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Welkom bij de derde Basic Flow Les online. Kom zitten op je matje met gekruiste benen, gespreide, gestrekte benen, net wat voor jou het fijnste voelt. Wortel je zitbot in je matje, maak je wervelkolom lang, zettel je ribben, je schouderbladen, je ellebogen. Maak je nek lang, je neem je kin een klein beetje in. Je handen liggen op je knie, op je dijbeen of in je schoot. Sluit je ogen voor een moment. Ontspan in je voorhoofd, je wangen, je kaken. Verzacht in je schouders en je borst. Verzacht bij je ribben, je buik, je bekkenbodemgebied. Voel nog een keer die zitbotten. Voel je benen, je enkels, je voeten contact maken met de mat. En breng dan je aandacht naar je ademhaling. Geef jezelf even de gelegenheid om die connectie te maken met je adem. Je merkt dan op als je die aandacht bij je adem houdt. Als vanzelf je ademhaling wat dieper en wat meer ontspannen wordt. En als je ademhaling wat dieper wordt, word je wat langer. Word je ademhaling in wat langer. Kijk of je uitademing net zo lang is als je inademing is. Het wil nog wel eens gebeuren dat we al beginnen met inademen voordat we onze adem helemaal uitgeademd hebben. Dus heel bewust wat langer doen over je inademing. Maar ook heel bewust wat langer doen over je uitademing. Helemaal uit. Adem diep in. En uit. En in. En uit. En in. En uit. In. En blijf doorgaan in dit ritme. Open je ogen. En leg je handen naast je heupen neer, iets naar achter. Voel je dat die schouders net iets meer open gaan. En hier vandaan cirkel je de armen omhoog. En langzaam cirkel je ze naar beneden. Cirkel op. En terug. Cirkel weer op. En
en ontspan in die schouders terug. Nog één keer, cirkel op. En weer terug. Plaats dan je vingertoppen op de vloer. En neem die linkerarm mee over langs je oor naar de rechterkant. Linker zitbot terug. Stretch van je linker vlak. Waar is je rechter schouder? Misschien heb je wel je rechterarm op slot gezet en leun je met je rechter oor op je rechter schouder. Probeer die rechterarm van het slot te halen en die rechter schouder te laten dalen, ontspannen. En maak dan die linkerarm nog een beetje langer. Daar vandaan reik je schuin over je rechter dijbeen naar voren. Kijk die linkerhand na. Open die handpalm en cirkel voorlangs terug. En dan zijn we in het midden. Vingertoppen weer terug. Deze doen we 3 keer. Dus linkerarm weer over je hoofd. Je adem diep in. En rijd dan over dat rechterbeen cirkelrijkend naar voren. Terug naar links. Linkerarm. Adem diep in. En maak die halve cirkel op je ademhaling uit. Nog 1 keer. Adem in. Linkerarm side stretch. En adem uit. Cirkel en rek. Zijn we in het midden. Zelfde op de andere kant. Rechterarm neem je mee. En die stretch je naar de linkerkant. Rechter zitbot terug. Rechterarm langs je oor. En je voelt de stretch over je rechter flank. Check weer even of je linkerarm op slot staat. Of je je linker oor op je linker schouder laat leunen. Haal die linkerarm uit het slot en laat die linker schouder dalen. Je rechterarm nog een klein beetje langer, alsof je iets wilt aanraken waar je bijna bij komt. En dan reik je over het linker dijbeen schuin naar voren en voorlangs handpalm open. Weer terug, 2 zitbotten op de mat. Doe maar 3 keer. Adem in, side stretch naar die linkerkant. En cirkel voorlangs en rijk als je uitademt. Adem lang en diep in. Misschien hou je de adem zelfs even vast als dat nodig is. En vertraagd adem je uit als je die cirkel voorlangs maakt. 1 keer. Adem in, side stretch. Die rechter flank die krijgt ruimte. En adem uit, voorlangs. Handen weer naast je. Wissel nu even van been. Dus leg nu met die gekruiste been je andere been voor je. Handen weer naast je heupen, net iets meer naar achter. Dan voel je dat die schouderbladen iets meer aan de achterkant naar elkaar toe gaan. En dat er aan de voorkant bij je borst wat ruimte gecreëerd wordt. Je neemt die armen weer mee omhoog. Je rekt je uit, je strekt je uit. En vanuit die strekking draai je bovenlichaam naar links en twist je. En land je rechterhand aan de buitenkant van je linkerbeen. En die linkerhand zit achter je linkerbil. En de linkervingers wijzen naar achter. Voel even of je 2 zitbotten op de mat hebt. Met dezelfde subtiele intensiteit. Als die 2 zitbotten met diezelfde intensiteit op de mat zijn, dan weet je dat je bekken naar voren gericht is. En dat de draaiing daadwerkelijk in je wervelklomp plaatsvindt. Kijk ook over je linker schouder naar achter. Ontspan die schouders. Verzacht in je buik en in je bekken. Hier vandaan neem je die linkerarm mee over je hoofd. Die rechter plaats je naast je voor een side stretch naar die rechterkant. Ontspan weer die rechter schouder, geen rechterarm in het slot.
Dan gaan we een combinatie maken van een side stretch met een twist. Adem hier nog een keer diep in. Uitademen, draaien naar een twist over die linkerkant. Inademen, die linkerarm gaat met een grote cirkel over je hoofd. En weer terug naar die twist. Twee keer. Adem in, side stretch. En twist, adem uit. Adem in, side stretch. En twist, adem uit. Terug weer naar het midden. Even navoelen. Doe het aan de andere kant. Handen weer naast je heupen, net iets meer naar achter. En cirkel ze weer omhoog. Je maakt het weer lang, je rekt je uit. Je komt op de puntjes van je zitbotten. Vanuit die lengte draai je lichaam naar de rechterkant. Linkerhand op je rechterknie. Rechterhand achter je rechterheup. Vingers wijzen naar achter. En je bent in een twist. Twee zitbotten voel je op de mat. De heupen zijn parallel met de voorkant. En de draaiing vindt plaats in je wervelgrond. Hier vandaan. Ga die linkerhand naast je heup en die rechterhand. Kom met een grote boog langs je rechteroor naar die linkerkant voor een side stretch. Linker schouder is weer ontspannen. Hier vandaan bewegen we naar die twist. Dus kom omhoog en draai in die twist. En deze beweging gaan we maken op het ritme van de ademhaling. Kom naar die side stretch. Je ademt lang en diep in. Misschien zet je de adem even vast. En terug naar die twist. Je ademt uit. Twee keer. Adem in die rechterarm. Die maakt een grote boog. En terug naar die twist. Laatste keer. Adem in. Je tekent een halve cirkel met die rechtervingers. En terug naar die twist. Twee zitbotten blijven op de mat. En draai weer terug naar het midden. Handen op je knieën, je benen of in je schoot. En voel weer even na. Plaats dan je handen voor je. Breng je kin naar je borst. Laat je hoofd zwaar worden. Misschien wandel je die handen wel iets verder naar voren. En beweeg je onderarmen, je ellebogen naar de mat. Je hoofd is zwaar, je nek ontspannen. Blijf hier nog een diepe ademhaling in en uit. Til dan je hoofd op en rol nu misschien wel over je knieën en kom je naar handen en knieën. Alternatief is de knieën langs de zijkant nemen en op die manier naar handen en knieën komen. Handen onder je schouders, knieën onder je heupen, wreven plat op de mat. Kruin strek je weg bij je navel vandaan, stuitje wijst naar achter. En dan ga je het staartje omhoog laten krullen, je navel naar de mat laten zakken, je kantelt je bekken. Onderweg neem je je borst mee naar voren, je tilt het wat op, je duwt het bij de aarde vandaan. Je tilt je hoofd op, je kijkt naar voren, misschien iets schuin. Blijf een ademhaling in die horrug. En dan kantel je dat bekken terug, je stuitje wijst naar de mat, je trekt die navel naar binnen, je rolt door die wervelkolom naar een bolle rug, kin naar je borst, kruin naar de vloer. Adem in, voel de beweging door de wervelkolom als je komt naar jouw holle rug. En terug naar boven, je rolt, je golft door die wervelkolom. Twee keer nog. Golf naar jouw holle rug. En golf naar jouw bolle rug.
En onderweg naar home. Adem diep in. En helemaal weer naar boven. Adem weer uit. Terug naar neutraal. Krul je tenen onder je. Duw je billen helemaal naar achter. Wandel je handen een stap naar voren. Je armen zijn schuin gestrekt. Je oren tussen je bovenarmen. En dan ga je achterlangs die heupen optillen. Gebruik de kracht in je benen om te komen naar jouw eerste downward facing dog. En daarin wandel je met de benen om en om, buig je in een knie. En gaat je hiel naar de mat van je andere been. Wandel nog een keer links en rechts, rechts en links. En dan wandel je de voeten rustig naar de voorkant van de mat. Kruin naar de vloer, buik naar je bovenbenen. En je rolt omhoog. Je neemt de armen zijwaarts mee voor Hastasana. En dan de handen bij elkaar, Anjali Mudra, handen voor je hart. Adem nog een keer diep in en uit. En cirkel dan die armen weer omhoog naar Hastasana. En buig weer voorover naar Uttanasana. Lift je borst tot halverwege Ardha Uttanasana. En smelt weer naar de aarde Uttanasana. Wandel je voeten naar achter voor downward facing dog. De knieën mogen altijd gebogen. Maar die zitbotten, die wervelkolom, die wil je lang maken. Hier vandaan plaats je weer twee knieën op de mat. Kom even naar een holle rug. Open die borst. En daarna vlij je de heupen als eerste naar voren, tussen je polsen. En dan rol je jezelf op de mat. Je ellebogen wijzen naar achter. Wreef op de mat. Kom naar cobra. En terug omhoog. Grote tenen onderweg bij elkaar. Navel intrekken. Child pose. Voorhoofd naar de borst. Mat. Armen, handen ontspannen. Kom weer naar handen en knieën. Kom naar een holle rug. Neem de heupen dan weer mee naar voren. Vlij op de mat. Ellebogen wijzen naar achter. Sleutelbeenderen zijn breed. Wreef op de mat. Rol op voor cobra. En trek je navel in. Je rolt weer door die wervelkolom op weg naar je child pose. Doen we nog drie keer zo dadelijk. Eerst in child pose. Een diepe ademhaling in. En weer helemaal uit. Inademend, handen, knieën. Rol naar die holle rug. Je opent je borst. En vlij op je buik als je uitademt. Lift je borst met behulp van je rugspieren. Je ademt in. En trek je navel in, ronde bovenrug, onderrug, op weg naar child pose. Je ademt uit, twee keer nog. Adem in, handen, knieën, holle rug. Vlij op je buik, adem uit. Baby cobra, adem in. Terug naar child pose, adem weer uit. Eén keer. Handen, knieën, rol door die wervelkolom naar een holle rug, adem in. Vlij op je buik, je ademt uit. Lift je borst, cobra, adem in. Terug naar child pose. Adem weer uit. Eén voor één je handen mee naar achter nemen. En je handen naast je voeten neerleggen. Schouderkoppen naar die mat laten zinken en helemaal ontspannen.
Verbind je aandacht met je ademhaling. Welke sensaties zijn er waar te nemen in je lichaam? En wat gebeurt er in je hoofd? Probeer alle beweging en houdingen zonder oordeel, zonder mening, zonder label te doen. Je doet wat je kunt en dat is goed genoeg. Dus je hoeft geen afkeuring als iets misschien niet helemaal lukt. Als je denkt dat het niet lukt of er niet goed uitziet. Het is volstrekt onbelangrijk. Streef ernaar om de beweging in je lichaam te voelen, de synchronisatie met je ademhaling te creëren en heel bewust te zijn van wat je doet en wat er gebeurt. En alles binnen jouw mogelijkheden. Je doet wat je kunt en dat is goed genoeg. Kom weer naar handen en knieën. Handen dus weer naar voren. Handen en knieën. Knieën weer op heupbreedte. Krul je tenen weer onder je. Duw je billen weer helemaal naar achter. Zet je handen een stap naar voren. En met de kracht van die been, want die armen blijven zoals ze zijn en die schouders blijven waar ze zijn, til je die heupen omhoog en kom je in jouw downward facing dog. Adem diep in die downward facing dog. Knieën mogen altijd gebogen. En adem weer uit. Wandel je voeten naar de voorkant van de mat. En dan ben je weer in Uttanasana. Even aan rol je omhoog naar Hastasana. Zoek weer die lengte op. Til die ribbel weg bij je heupen. En kom naar Anjali Mudra. Je handen bij elkaar voor je hart. Wortel je voeten, strek je kruin naar het plafond en buig voor een moment je hoofd naar je hart. Til je hoofd weer op naar neutraal. En cirkel de armen weer omhoog voor Hastasana. Buig, kom naar Uttanasana. Lift voor Ardha Uttanasana. En buig weer voor Uttanasana. Let op. Armen voorlangs mee omhoog. Kom zit op een stoel die er niet is. We zijn in Utkatasana. Gewicht is op je hielen. En kijk of je die armen zoveel mogelijk kunt strekken langs je oren. Voel dit in je dijbenen. Adem nog een keer diep in. En buig weer voorover naar Uttanasana. Rol omhoog, Hastasana. Maak het weer lang in je lijf. En handen Anjali Mudra. Doen we nog een keer. Cirkel op, Hastasana. Buig naar Uttanasana. Lift voor Ardha Uttanasana. Buig voor Utkatasana. Kom naar Utkatasana, zit op die stoel die er niet is. En ben weer in Uttanasana. Rol omhoog voor Hastasana. Handen Anjali Mudra nog één keer. Cirkel op Hastasana. Buig Uttanasana. Lift voor Ardha Uttanasana. En buig weer Uttanasana. Let op, er komt hij aan. Utkatasana, zit op die stoel die er niet is. En buig weer voorover. Rol omhoog voor Hastasana. Handen Anjali Mudra. Wortel je voeten, strek je kruin naar de lucht. En buig je hoofd voor een moment naar je hart. We plakken er een stukje aan vast. Til je hoofd op naar neutraal. Cirkel op voor Hastasana.
En buig voor Uttanasana. Lift voor Ardha Uttanasana. En buig vooral voor Uttanasana. Komt hij aan. Utkatasana, zit op die stoel die niet is. Armen langs je oren. En buig weer vooral voor Uttanasana. Let op, daar komt het stukje. Rechterarm cirkelt achterlangs omhoog. We zijn in een twist in die forward fold. En die hand landt voorlangs weer naast je rechtervoet. Andere kant. Linkerarm cirkelt achterlangs. Handpalm open naar de zijkant. En voorlangs terug naast die linkervoet. Nog een keer links en rechts. Ik buig mijn linkerknie. Ik strek mijn rechterbeen en mijn rechterarm cirkelt. En hij landt weer Uttanasana. Linkerbeen stretcht, rechterbeen buigt, linkerarm cirkelt. En ik ben weer in Uttanasana. Nog één keer voor het gevoel. Rechterarm cirkelt. Kijk die hand misschien nog helemaal na. Als het goed voor je nek voelt. Linkerarm cirkel achterlangs. Zo'n grote cirkel als voor jouw schouders mogelijk is. En land weer. Rol weer omhoog voor Hastasana. Alles mag weer uitrekken. En handen Anjali Mudra. Wortel die voeten. Duw die voetzolen in de mat. Strek je kruin naar de lucht. En buig weer een moment je hoofd naar je hart. Handpalmen duw je subtiel iets krachtiger tegen elkaar aan. We gaan er iets aan vastplakken. Til je hoofd weer op naar neutraal. Cirkel de arm op. Dus lengte en ruimte creëren. En je buigt als een waterdruppel. Rol je door je lijf heen. Lift je borst, Ardha Uttanasana. En buig weer voorover naar Uttanasana. Komt die Utkatasana, komt die aan. Kom zit op die stoel die er niet is. En buig weer voorover naar Uttanasana, rechterarm. Cirkel achterlangs omhoog, grote cirkel. En let nu op, je rechtervoet lunge met een grote stap naar achter. Achterste knie op de mat. Als je iets onder je knieschijf wilt neerleggen, is dit het moment om dat dekentje er even bij te pakken. En zo in het midden van die mat te leggen, dat je knieschijf op dat dekentje kan. Kneeling lunge. Hier vandaan gaan de armen zijwaarts omhoog voor Anjanasana. En dan gaan ze voorlangs weer naar beneden. Je brengt je heupen naar achter voor half split hamstring stretch. En dat been mag gebogen blijven. Je voet ligt geflext. Binnen jouw mogelijkheden voel je wel die stretch aan de achterkant van die linkerbeen. Kom weer terug naar voren. Lift die achterste knie. En stap die achterste voet voorbij. We zijn weer in Uttanasana. Rol weer door je lichaam omhoog. Rek je uit. Maak het weer lang. Anjali Mudra. We gaan hetzelfde op die andere kant doen. De cirkel op, lengte maken. En buig voorover in Uttanasana. Lift je borst, Ardha Uttanasana. Buig voorover, Uttanasana. Utkatasana, zit op die stoel die er niet is. En buig weer voorover, Uttanasana. Linkerarm cirkelt achterlangs omhoog. En op het moment dat die hand voorlangs gaat landen, stap je je linkervoet met een grote stap naar achter en land je knie op de mat. Kneeling lunge. Armen gaan zijwaarts mee omhoog. Dus je cirkelt, je voelt het in je bovenrug en bij je borst. Anjanasana. En dan gaan de heupen naar achter. Je stretch dat voorste been. Handen landen op de vloer. Hamstring stretch. Wandel je handen weer naar voren. Lift die linkerknie. We zijn weer in low lunge. En stap je linkervoet voorbij. Rol weer omhoog, Hastasana, alles weer even lang maken, ruim maken. En handen Anjali Mudra.
Deze doen we nog een keer op links en rechts. Gaan we beginnen. Adem in Hastasana. Uttanasana, adem uit. Ardha Uttanasana, adem in. Uttanasana, adem uit. Utkatasana, adem in. Uttanasana, adem uit. Rechte arm cirkelt, adem in. Rechte voet lunge naar achter, knie op de mat, adem uit. Anshayanasana, adem extra diep in. Hamstring stretch, adem uit. Kom naar low lunge, adem in. Stap bij Uttanasana, adem uit. Rol omhoog, Hastasana, we gaan het één keer door. En buig naar Uttanasana. Lift je borst, Ardha Uttanasana. En buig naar Uttanasana. Utkatasana, zit op die stoel. En buig weer naar Uttanasana. Cirkel je linkerarm hoog op. En je linkervoet lunge naar achter, knie op de mat. Anshayanasana, open, extra diepe ademhaling. Hamstring stretch, half split. Terug naar low lunge, lift die linkerknie. En stap naar Uttanasana. Rol weer omhoog, Hastasana. Handen Anjali Mudra. Wortel je voeten kruin naar de lucht. En buig je hoofd naar je hart. Deze doen we nog een keer en dan plakken we er nog weer iets aan vast. Hoofd weer op naar neutraal. Adem een keer diep in en helemaal uit. Cirkel op Hastasana. Buig naar Uttanasana. Lift naar Ardha Uttanasana. En buig naar Uttanasana. Utkatasana, zit op die stoel. Uttanasana, smelt weer naar de aarde. Rechterarm, grote cirkel, kijk hem na. Rechte voet lunge naar achter, knie op de mat. Anshayanasana, cirkel achterlangs omhoog, kijk naar het plafond. Hamstring stretch. Let op, naar low lunge, rechterhand naar voren, rechterknie op. En die linkerarm die gaat een grote cirkel maken en die komt dan weer vooruit. Hier vandaag gewicht op je linkerbeen, rechts omhoog voor standing split. En een stapje weer naar Uttanasana. Rol omhoog voor Hastasana. Alles weer even in de ruimte, in de lengte. En handen Anjali Mudra. We gaan hetzelfde op die andere kant doen. Cirkel op Hastasana. Buig naar Uttanasana. Lift voor Ardha Uttanasana. Buig voor Uttanasana. Utkatasana, chair pose. En smelt weer naar de aarde, maar de heupen op. Linkerarm cirkelt, een grote bocht. Linkervoet lunge naar achter, knie op mat. Anshayanasana, adem naar je hart, je borst, je keel. En hamstring stretch, heupen naar achter. Low lunge, linkerhand op de mat, linkerknie op. En je rechterarm molenwiet achterlangs naar voren. Gewicht op je rechtervoet. Linkerbeen omhoog. Standing split. En Uttanasana. Rol omhoog. Hastasana. Anjali Mudra. Wortel je voeten kruin naar de lucht. En buig je hoofd naar je hart.
alles in ons lichaam zijn we aan het bewegen, aan het golven, aan het stretchen, aan het buigen, aan het draaien. We doen deze nog één keer links en rechts. Hoofd op naar neutraal. Adem een keer diep in en weer helemaal uit. En cirkel op Hastasana. Buig Uttanasana. Laat je adem meedoen. Hè? Dus Ardha Uttanasana, je ademt in. En Uttanasana, je ademt uit. Utkatasana, chair pose, je ademt in. Uttanasana, je ademt uit. Rechterarm cirkelt op, achterlangs, je ademt in. Hand terug, rechtervoet naar achter, je ademt uit, knie op de mat. Anjanasana, adem diep in, cirkel die armen. Hamstring stretch, je ademt uit. Low lunge, je ademt in, linkerarm cirkelt. Hand landt weer voor aan de mat, je ademt uit. Standing split, rechterbeen omhoog, je ademt in. En terug naar Uttanasana, je ademt uit. Rol omhoog, Hastasana, alles weer uitrekken. We gaan meteen door naar Uttanasana, vooroverbuiging. Verleng weer die rug, schouders weg bij je oren, Ardha Uttanasana. En smelt weer naar de aarde, Uttanasana. Utkatasana, chair pose, strek die armen langs je oren. En buig weer voorover, Uttanasana. Linkerarm cirkelt een grote cirkel. Linkervoet lunge naar achter, knie op de mat. Anjanasana, haal eruit wat er voor jou in zit. En hamstring stretch voorover. Low lunge, rechterarm cirkelt groot. En je hand landt op de mat. Standing split, linkerbeen tilt het been omhoog. En sluit aan voor Uttanasana. Rol weer omhoog, Hastasana. Neem al die energie van de aarde mee. En handen bij elkaar, Anjali Mudra. Wortel die voeten kruin naar de lucht. En buig je hoofd naar je hart. Sluit je ogen als je dat wilt. Til je hoofd weer op naar neutraal. We gaan richting de mat bewegen. Cirkel je armen omhoog voor Hastasana. En kom nu op je hurken Malasana. Hier vandaan cirkel je die armen op, je blik is naar voren. En je handen weer terug op de mat, je heupen op voor Uttanasana. Doen we nog een keer. Rol omhoog, Hastasana. Je rolt steeds door die wervelkolom heen. Handen Anjali Mudra. Cirkel op, Hastasana. En kom op je hurken voor Malasana. Cirkel die armen op, weer openheid in die borst. En handen terug op de mat voor Uttanasana, heupen op. Rol omhoog, Hastasana. En Anjali Mudra. We doen het nog één keer. Cirkel op, Hastasana. Op je hurken, Malasana. Cirkel zijwaarts op. Handen terug, Uttanasana. Lift je borst, Ardha Uttanasana. En buig je voorover. Buig door je knieën, land je billen op de mat, je handen begeleiden je. En je plakt je voetzolen tegen elkaar aan. Kan dicht bij je heupen zijn, kan wat verder weg zijn, net wat het voor jou goed voelt. Pak dan je enkels of je wreven vast. Zit zo rechtop als maar mogelijk is op de puntjes van je zitbotten. En neem dan het gewicht naar de voorkant van je bekken. Misschien trek je een klein beetje aan die enkels.
jezelf met een rechte rug zo ver mogelijk naar voren. Dat je zitbotten schuin naar achter wijzen. Kun je je enkels vasthouden of bij je tenen vastpakken. Ellebogen aan de binnenkant van je onderbenen. En zo buig je voorover en duw die ellebogen, die knieën een klein beetje meer naar de mat. Adem door in deze actieve butterfly. En je voelt dit aan de binnenkant van je dijbeen, omdat die ellebogen, die knieën richting de aarde helpen. Laat dan die druk op die onderbenen los. Verplaats misschien die ellebogen. En buig nu meer vanuit een ontspanning voorover, waarbij de rug ook wat meer gaat ronden. Je kin naar je borst, je hoofd is zwaar. Adem diep in en zucht het voor jezelf even uit en laat jezelf iets dieper in die houding wegzinken op die uitademing. Nog een keer, adem extra diep in en zucht het uit. Nog een keer diep in en zucht het uit. Adem je natuurlijke ademhaling. En hier vandaan wieg je je bovenlichaam een beetje naar de rechterkant. Rechter schouder richting rechter knie. En dan ontspannen door het midden naar de linkerkant. Linker schouder, linker knie. En zo wieg je heen en weer. Verbind de beweging weer met je ademhaling. Uitademend door dat midden. Inademend een klein beetje meer stretchen bij die heupen en die taille. Uitademend door het midden. Inademend aan die andere kant. Nog één keer naar links. En nog één keer naar rechts. Terug weer naar het midden. En rol jezelf dan weer omhoog, laat je handen je helpen en stapel je wervels op elkaar. Voel die zitbotten landen in je matje, voel die schouderbladen schuiven naar beneden, ellebogen zwaar langs je lichaam. En voel even hoe je helemaal rechtop zit in je wervels. Strek dan je benen één voor één uit naar voren. Schud of wiebel ze misschien eventjes los. En hier vandaan leg je je handen naast je benen neer. En wandel je binnen jouw mogelijkheden die handen richting je voeten. En buig je onderweg voorover. En hoe diep je in die houding komt, dat is voor iedereen anders. Maar voel hoe het voor jou uitwerkt. Wat voel jij in deze vooruitbuiging? Maak er geen duwen en trekken van om maar dieper in die houding te komen. Maar laat jouw ademhaling jou dieper in die houding krijgen. Dus je ademt misschien wat extra diep in. En op je uitademing zucht je alles weer uit en laat je heel bewust dat lichaam zwaar worden. Dus de ademhaling gaat de ruimte creëren voor jou in deze vooroverbuiging. En je kunt je voorstellen dat je inademt naar de voorkant van je bekken. En dat je je uitademing langs de achterkant van je bekken laat wegstromen. Twee van zulke bewuste ademhalingen. En heel rustig rol jezelf dan weer omhoog. Laat je je handen, je ellebogen je helpen om op je rug te komen.
Neem je armen mee over je hoofd. En maak je je helemaal lang. Pak met je rechterhand je linkerpols vast. En maak die linkerkant wat langer door die linkerpols bij je vandaan te duwen met behulp van je rechterhand. En weer terug, pak je rechterpols vast. Maak die rechterarm flank wat langer met behulp van die linkerhand. En weer terug. Nog één keer links. Pak je linkerpols vast. Strek je uit aan die linkerkant. En terug. Pak je rechterpols. Adem diep in. Maak het lang. Strek uit. En weer terug. Armen dan links en rechts langs zij. Lichaam, laat je zwaar worden op je matje. En nu trek je je linkerheup omhoog op. En weer terug. En je rechterheup omhoog op. Dus linkerheup til je op. En weer terug. En rechterheup til je op. En weer terug. Nog één keer. Links optillen. En optillen als omhoog trekken naar je schouder. En rechts optrekken. Omhoog. Laat jezelf weer even zwaar worden. Plaats dan één voor één je voeten op de mat. Wandel je knieën boven je borst. Omhels je scheenbenen, je knieschijven. Strengel je vingers in elkaar. En til hoofd en schouderkoppen op. Neus naar je knieën, oksels naar je taille. Maak een balletje van jezelf. Schouders langer, nek achterhoofd weer terug op de mat. Handpalmen op je knieschijven. En ga dan cirkels draaien over die linkerkant. Knieën bij je vandaan. Je rolt terug door het midden. En dan haal je die knieën over die rechterkant weer terug boven je borst. En terwijl je die cirkels maakt, merk even op of je daar hele snelle cirkels van maakt. En of je die cirkels dan een beetje kunt vertragen, die beweging wat langzamer kunt doen. Als je die cirkels gaat vertragen, ga je bewuster voelen de massage die je jezelf geeft in je onderrug. Wissel ook van richting, cirkel een paar keer de andere kant op, zo langzaam als jij wilt. En nogmaals, liever langzaam dan snel. Laatste cirkel. En dan eindig je weer met twee knieën boven je borst. Linkervoet plaats je op de mat. Rechterknie hou je boven je borst. Je strengelt je vingers weer bij je knieschijf, je scheenbeen in elkaar. Je laat het rechter dijbeen zwaarder naar je bovenlichaam zakken. En je legt je linkerbeen lang uit op de mat. Zwaar in je matje. En inademend blaas je dan een ballon op in je buik. En die ballon die stuur je naar je rechter dijbeen. En je uitademing visualiseer je naar je onderrug, de achterkant van je bekken. Dus inademend een ballon opblazen aan de voorkant. Uitademend ontspanning naar de achterkant visualiseren. Drie keer voor jezelf. Heel bewuste sensaties waarnemen als je uitademt. Laatste keer.
zet je je rechtervoet op de mat. Armen links en rechts langs zij. En glij je dat rechterbeen lang uit op de mat en lig je weer even. Laat jezelf zwaar worden. Alle spanning in je lijf mag even wegstromen. Rechtervoetzool op de mat, linkerknie boven je borst en hou hem vast bij je knieschijf je scheen in. Laat dat linker dijbeen zwaar worden. Maak je rechterbeen lang, leg hem ontspannen en zwaar neer. En blaas dan weer een ballon op in je buik aan de voorkant en die ballon die wil je tegen je linker dijbeen aan laten tikken. En je uitademing visualiseer je naar je onderrug. Dus inademen is een ballon opblazen aan de voorkant. Je creëert ruimte voor je organen aan de voorkant. En uitademen is die ademhaling laten ontspannen in je onderrug. 3 keer voor jezelf. Heel bewust. Wat doet die ademhaling in je lichaam? Waar voel je het stromen? Waar voel je het bewegen? Ontspannen, verzachten. En heel rustig plaats je dan je linkervoet op de mat. En leg je je linkerbeen lang uit neer. Armen. Even langs zij links en rechts en je laat jezelf weer helemaal zwaar worden. Leg hier vandaan je handen op je buik neer. Voel de warmte van je handen op je buik. Voel je buik rijzen in je handen op je inademing. Voel je handen dalen met je buik op je uitademing. En blijf zo voor jezelf een heel aantal keer heel bewust ademen naar die handen toe. Adem daarmee diep in je buik. En een buikademhaling brengt een grote, diepe ontspanning. En je kunt blijven liggen en ademen naar je buik, naar je handen, zo lang als jij wilt. We zijn aan het einde gekomen van deze basic flow nummer 3. Gun jezelf het moment om al die bewegingen en die houdingen te laten integreren in je lichaam. En als je merkt dat je voor jezelf terugkijkt, kijk zonder oordeel, zonder mening, zonder label, terug naar jouw yoga practice. Je hebt alles in je hele lichaam bewogen. Adem en beweging heb je zoveel mogelijk laten samenstromen. Lengte opgezocht, je hebt voorover gebogen, de ontspanning opgezocht, je hebt gedraaid en getwist, gecirkeld met je arm, beweging gecreëerd in je bovenlichaam, in je schouderpartij. Alles is al even aan bod gekomen. Ik neem hier afscheid van jullie. Ik wil je bedanken voor het meedoen. Als je vragen hebt of opmerkingen of reacties, laat het me weten onderaan bij de YouTube. Of laat het me weten op mijn Yoga Motions Facebook pagina of op mijn Yoga Motions Instagram. Alle reacties zijn van harte welkom. Dank je wel. Fijne dag, fijne avond. Lekker slapen, net wanneer je deze les gedaan hebt, op welk moment van de dag dan ook. En graag tot de volgende keer. Dank jullie wel.
Namaste.